Hey allemaal, mijn naam is Konijhoff en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een Hanscom Quality Tube BPT slang in een pompbuis monteert. Zorg dat je een emmer klaar hebt staan om de overtollige vloeistof uit de container eventueel op te kunnen vangen. Stap 1. Draai allereerst de transparante deksel van het pomphuis los. Stap 2. Mogelijk staat de roller op de verkeerde stand. Draai deze daarom voor de zekerheid van het pomphuis af. Stap 3. Bij de door Hanscom geleverde zak die u heeft ontvangen, zit een BPT-slang in, inclusief een koppeling, een klem en een Hanscom Quality Tube BPT-slang. Haal deze uit de zak. Eén koppeling gebruikt u niet, die zit hier in de container. Zorg ervoor dat de andere koppeling aan de dikke kant aan de slang zit en een klem eromheen zit. Stap 4. Zorg dat de andere kant op de koppeling in de container komt, totdat die ver genoeg erop zit. Stap 5. Monteer de roller in het pompbuis rechtsom tot op dit punt. Stap 6. Plaats de slang in het pompbuis en zorg ervoor dat deze goed tot de achterkant van het pompbuis tegenaan gedrukt zit. Draai met de roller de complete slang in het pomphuis totdat deze vast zit. Draai na die tijd de roller weer rechtsom dat de slang op zijn punt blijft zitten en zorg dat er geen knik hier in de slang komt te zitten in het pomphuis. Stap 7. Monteer de koppeling aan de slang die vanaf de sproeier komt. En zorg dat er geen knik in de Hanscom Quality Tube komt. Stap 8. Monteer de transparante deksel weer op zijn plek. Zorg ervoor dat deze handvast zit en niet te vast. Na stap 8 is uw multidas weer gereed voor gebruik. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze verkopers binnendienst.